Hey, welkom. Een nieuwe video. Geen video om trots op te wezen. Geen video wat leuk is qua inhoud. En geen video met een lach. Laat het zo omschrijven. Deze video vertelt het verhaal van de laatste video die ik eind juni heb online gezet. Ik ben daarna gestopt met het bezorgen van de post. En het zal zo duidelijk worden wat het probleem is. Ik ga terug naar eind juni. Ik werd gebeld door mijn vrouw van, joh, ik heb een hele zware hoofdpijn. Kan je naar huis komen? Ik heb erop het werk gebeld en gezegd, joh, ik moet naar huis toe. Laat iemand anders mijn wijk overnemen. Er is iets niet goed met mijn vrouw. Tenminste, mijn vriendin. En ik ben naar huis toe gegaan. Regelmatig huisarts gesproken, bla bla bla. 2 weken lang heeft ze pijnstillers geslikt en zakjes genomen, zalfjes gesmeerd. En op 9 juni, juli, hoorde ik een klap in de keuken. En ik vond ze half bewusteloos op de grond. Ik heb haar opgetild. En meegenomen naar de kamer, hoe ze verder ging, want dat is niet even het lichtste. Sorry. En ik kwam erachter dat haar linkerbeen niet meer werkte. Ik heb er op een ambulance gebeld, meegenomen, laten nemen naar het ziekenhuis. En daar is zelfs een hersenscan gemaakt. En men zag op de hersenen een vergroeiing zitten met heel veel vocht eromheen. Dit zou, zoals men dat zei, kunnen duiden op een hersentumor. Een MRI-scan die maandags gemaakt zou worden, zou meer uitsluitsel erover geven. Ze is het hele weekend in het ziekenhuis gebleven en ja, kreeg daar pijnstillers, vocht toegediend, medicijnen om het vocht rond de hersenen af te voeren. En dat ticket heeft ze goed doorstaan. Waarna maandags de MRI werd gemaakt en de uitslag daar eigenlijk dinsdag van zou komen. Maar die kwam niet. Tenminste, men wilde die niet geven. De Emilie gaf aan, tenminste, wij zijn. Sorry, wij bleven aandringen van, joh. Sorry. Wij bleven aandringen van, joh, we willen vandaag de uitslag hebben. Nou, einde van de middag, geloof ik, rond een uurtje of half 5, 6. Kwamen een aantal artsen met een monitor de woonkamer, de slaapkamer binnen van mevrouw. En lieten dus zien dat er in totaal 6 hersentumoren zaten, waarvan de grootste een pingpongbal was. En die grootste zat hier achter het oog en achter de schedel. Die andere 6, of die andere 5, die waren te groot van de speldenpunt, dus niks. En Miranda werd gezet op een lijst voor een hersenoperatie. Dat zou voor haar kwaliteit van leven enorm verbeteren. Het pijn was weg en er kon gewerkt worden aan chemo en bestraling. Die hersenoperatie zou plaatsvinden op eind augustus. En ja, 25 juli was ze jarig. Die operatie stond gepland op eind augustus. En in afwachting daarvan is ze een paar keer naar huis toegekomen en een paar keer weer opgenomen in het ziekenhuis. Op haar verjaardag, toen ze 52 werd. Hebben we haar uit het ziekenhuis gehaald voor een dag. Hebben ze mee naar huis toegenomen. We hebben beperkt haar verjaardag gevierd. Mensen we hebben gedoseerd naar binnen laten komen van joh, kom er zelf bij de feliciteren, bla bla bla. En nog geen nood aan de man, want zo zo zo. Nou, s'avonds ging het slechter, hebben ze weer teruggebracht naar het ziekenhuis. Vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar verder achteruit gegaan. Zelfs zo sterk dat ze eigenlijk meer dood dan levend was. Om het zo te zeggen.
En de operatie werd in plaats van eind augustus, werd dat verplaatst naar 3 augustus. En 24 uur later werd die verplaatst naar 2 augustus. Die operatie heeft ze heel erg goed doorstaan. Ze is daar heel goed van opgeknapt. De tumor die ze verwijderd hebben aan de voorkant, die was voor 97% verwijderd. Dus een kleine 3 mm zat op de hersenen. En nou, bekend is van mensen met hersentumoren dat die kunnen weer gaan groeien. Het was dus afwachten hoe snel alles nu zou gaan. Nadat ze was genezen, tenminste genezen, nadat ze was geopereerd, hebben we, ja, ik moet goed zeggen, die operatie heeft goed doorstaan. De tumor is teruggebracht naar 3%. En na de operatie, je ziet hier een foto boven, kreeg ze een aantal tests om te kijken, nou, wie ben ik, haar vriendin, andere rechterhand, die was continu bij me. Dankjewel, Miranda. En die wist ook, die heette Miep, tenminste, die noemde ze Miep. En onze jongste dochter noemde ze altijd Muis. Het was positief, de operatie. Ze hadden hem verwijderd en ze hadden ook gelijk een biopsie, dus een klein stukje hersentumor, als opgestuurd naar het laboratorium. En op 7 augustus kregen we daar de uitslag van. Mensen met een hersentumor hebben een maximale levensduur van maximaal 5 jaar. Het type wat zij had, glioblastoom, bracht het geheel 3 jaar terug. Oftewel, ze had nog een levensverwachting van 2 jaar. Het bleek ook nog eens een agressieve vorm te zijn. Wat ja, men eigenlijk hoopte was om zo snel mogelijk te starten met de chemo. Ja, de chemo en de bestraling. Daarvoor moest een masker aangemaakt worden. Ondertussen zijn we nog naar Blijdorp geweest en ja, een aantal leuke dingen werd er gedaan. Die bestralingsmasker die is gemaakt en wij waren in de tussentijd niet tevreden over de wond op het hoofd wat zat. We zagen continu zagen we daar vochtvlekken, bloed, gaatjes. We hebben een aantal keer contact gehad met het EMC hier in Rotterdam. En het kon allemaal geen kwaad en bla bla bla. Dus het genezingsproces. Nou, op een gegeven moment zei Miranda zelf, joh, ik ga toch binnenkort bestraald worden. Dus ik ga kaal worden. Schimmen, maar kaal. Dat hebben we gedaan. En toen ontdekten we ook een vergroeiing onder de hoofdhuid met heel veel vocht. En op het moment dat je de tondeus erop zette, stroomde het vocht er gewoon uit. Daar hebben we foto's van gemaakt en s'avonds is ze opgenomen. En een dag later, op 30 augustus, eigenlijk de officiële operatiedatum, heeft ze een hersteloperatie gehad waarbij dood weefsel van de hoofdhuid is verwijderd en de hoofdhuid verder is gesloten. Ook bleek er bleek er een beginnende infectie te zitten. Dus we hebben al die tijd gelijk gehad. En ja, dat bracht door die operatie moest ze natuurlijk weer herstellen. De mond moest definitief gesloten zijn. Aan moest dicht zijn. Anders kan je niet bestralen. Ondertussen is er een hersenscan gemaakt en zijn we alweer een geruime tijd verder. Bleek er dus dat de tumor die was teruggebracht naar een, ja, laten we zeggen, een 3 mm, alweer een centimeter gegroeid. En dan praten we over 8 september. Nog geen maand later, iets meer dan een maand later. Dat gaf aan hoe agressief die was. Ondertussen waren de plannen voor het trouwen al een volle gang. Want ja, glioblastoom en een agressieve vorm had men al verteld.
dat we blij mogen zijn als we 2020 zouden halen. En 10 dagen later, na de ontdekking dat hij weer gegroeid was, zijn we getrouwd in Schiedam. Dag daarvoor zijn we nog raadsvergadering geweest om die locatie apart aan te wijzen. Goedgekeurd, een hele leuke dag gehad, heel veel leuke dingen met haar gedaan. Getracht een leuke fotoreportage te maken. Dankjewel Stephanie, dankjewel Arnold en nog iemand. Dankjewel Roy voor het maken van een video op die dag. Ik koester hem. Ik laat hier ook wat beelden ervan inzien, ook qua foto's. Dus jullie worden ook niet vergeten. Na het trouwen hebben we het dus, 4 dagen voor het trouwen bleek dus dat ze uitbehandeld was. Ze werd terminaal verklaard. En met die terminaal verklaring, 12 september, en nadat die goed gelezen had, had ze nog een levensverwachting van minder dan 3 maanden. Dat was schrikken. Gelukkig trouwen, dat ging goed, zoals ik al verteld had. Ik ben niet helemaal in lijn bezig. En ja, ik moet zeggen. Ze, ik zie gelijk even scrollen naar mijn tijdlijn. Ik heb, vanaf dat punt heb ik volledig de zorg over me genomen. Ik heb ervoor gezorgd tot en met het verschonen van bed, tot alles wat mogelijk is op dat punt. Op 6 oktober is de conditie achteruit gegaan. Beide benen die wilden niet meer, oftewel ze waren verlamd. Het ging dus snel achteruit. Ze had voor zichzelf na trouw had ze nog een doel gesteld. Ik wil mijn verjaardag, ik ben 30 oktober, ben ik jarig. Wilde ze nog halen. En ik heb alles op alles gezet om dat voor elkaar te krijgen. En normaal vier ik mijn verjaardag altijd in de eerste week van november. Iedereen die er komt weet dat, altijd pas na mijn verjaardag. En nu heb ik besloten om dit voor mijn verjaardag te doen. Op zaterdag. Ik had ook gezegd, en normaal is iedereen de hele dag welkom. Ik heb toen gezegd van joh, in ieder geval met Miran, was ochtends 1. Tot 's middags 5 is iedereen welkom en daarna gaat de deur op slot. Ze heeft rust nodig, alleen de kinderen en hun vriend of vriendin, die konden blijven. Het feestje is geweest en 's avonds klapten ze in. De pijnen begonnen weer, druk achter de ogen nam weer toe. Daarop werd besloten om zowel de dexamethason die ze slikt om het vocht weg te halen, te verhogen. En ook de fentanyl, oftewel de morfine, werd ook verhoogd. Dat gaf binnen 24 uur niet het gewenste resultaat. Wederom kwam er een arts vanuit het Maastad ziekenhuis om weer de morfine te verhogen. Dus maandag is een huisarts laten komen. En die gaf aan van joh, gezien haar status en levensverwachting, kun je ervan uitgaan dat ze in de laatste levensfase zit. Nou, dat is schrikken als je dat te horen krijgt. 2 dagen voor je verjaardag. Op mijn verjaardag had ik het zo gepland. Ze zou nog een keertje naar de manege toe gaan van een dochter van een vriendin. Misschien paardrijden. Met de stichting ambulance wensen. Ze hadden een ambulance geregeld voor die dag. En ja, dat zou eigenlijk het laatste uitje worden die ze zou doen. Terug naar de maandag, de huisarts was hier en die gaf aan van joh, gezien de situatie, het zal alleen maar slechter worden. Je weet niet wat in de hersenen plaatsvinden, ze kan enorm agressief worden, ze kan ineens rechtop gaan zitten, er kunnen hele gekke dingen gaan gebeuren. Hij gaf aan van laatste opnemen in hospice, daar zijn 24 uur per dag artsen aanwezig. Daarin heeft ze alle zorg die nodig is, ook ik werd daarin ontzien. En ook de kinderen. Die overplaatsing naar het hospice gebeurde op mijn verjaardag. Dus het uitje naar de manege, dat had ik al afgezegd vanwege haar situatie.
ging wel met de ambulance mee naar een hospice. En daar is op 30 oktober opgenomen, om even 12 uur. Ze had al een paar dagen niet gegeten of gedronken. Op mijn verjaardag, normaal, ze eet altijd gebak. Dus was ze gek op. Zelfs dat had ze niet op die dag. Dat ik gewoon in de vuilnisbak kunnen gooien. Ze had dus een paar dagen niet gegeten en ze kwam in het hospice en kwam met de huisarts aan praten. En had ze gehoord van als ze niet meer eet, dan zal ze langzaamaan, niet meer eten en drinken, zal ze langzaamaan sterven vanwege gebrek aan voeding. Dus een natuurlijke dood. Nou, ik kan het niet ook mijn hart verkrijgen om haar uit te hongeren. Laat ik daar heel eerlijk over wezen, kan ik niet. Dus hij gaf aan van naar een hospice en dat hebben we dus ook gedaan. En dat verhaal heeft ze gehoord en bij de binnenkomst van de hospice kwam men vragen van wat wil ze eten. Nou, de dagen daarvoor at ze alleen maar vloeibaar. En tot onze verbazing zei ze, nou doe nog gewoon 4 boterhammen pindakaas met jam. Of kaas met jam. Dus wij hadden zoiets van, pardon. Nou, ze heeft van die 4 boterhammen heeft ze een half op. En toen zat ze vol. Ze hebben nog een bak koffie en een ijsje naar binnen zitten gooien. En dat was het laatste als ze naar binnen heeft gekregen. Donderdag begon het probleem dat ze mij niet meer echt herkende. Er kwam een vraag van hoe ik dacht over palliatieve sedatie. Daar heb ik 24 uur over nagedacht. En gezien haar situatie op vrijdag alleen verslechterde, zei ik ja daartegen. Een beslissing geweest die mij totaal niet beviel. Palliatieve sedatie wil zeggen dat je iemand zijn bewustzijn weghaalt. Dat ze in een diepe slaap vallen en eigenlijk niet meer wakker worden. De beslissing was zwaar vanwege het feit, je kan geen communicatie meer met elkaar voeren. Ook met de kinderen kan ze niks meer zeggen. Kinderen kunnen niks meer vragen, kunnen niet meer vragen om Zoom, weet ik veel wat. Toch heb ik besloten dat in te zetten. De pijnen werden van haar zo hevig. Dat is vrijdagmiddag. Ja, vrijdagmiddag is het gestart. En dat zag er op zich goed uit. Ze vielen met moeite in een hele diepe slaap. En het zag er goed uit. Ik ben s'avonds naar huis toe gegaan. Mijn jongste dochter en de vriendin van mijn vrouw die zijn blijven slapen. En 's ochtends om 8 uur werd gebeld, van, joh, kom maar hierheen, want het gaat niet goed. Bij binnenkomst waren de tekenen op de benen dat ze aan het overlijden was. 'S middags om 5:05 is dan ook daadwerkelijk overleden. Heeft de laatste adem uitgeblazen. Ze heeft er gelukkig zelf geen weet van gehad. Ze is haar verder lijden bespaard, gelukkig. En ze is niet meer. Hoe treurig het ook is. Na het overlijden heb ik direct de crematie, want ze wil graag gecremeerd worden, in gang gezet. Deze heeft op 8 november al plaatsgevonden. Niet dat ik van de af wilde, maar ja. Kwam zo uit, om het even zo te zeggen. Tegen alle verwachtingen in is die crematie enorm druk bezocht. Echt enorm druk. Had ik niet verwacht. Dankjewel iedereen. En hele mooie dienst geweest. Als je op mijn webblog gaat kijken, staat de speech die ik eigenlijk zou zeggen. Oké, ik ben dus eventjes verhuisd. Waar ik dus gebleven was, ik zag dat de video gestopt was. De speech staat dus online op mijn blog. Het internet, de rest vind je hieronder. Daar vind je de hele historie over haar ziektebeeld. Zeg maar vanaf dag 1 tot het einde. Er moet nog een bericht bij komen over de uitvaart zelf. Die ga ik, ik denk, vrijdag schrijven. Dus deze video online komt. Je krijgt nu nog wat foto's en beelden. Tenminste, de slideshow die afgespeeld is op haar uitvaart. Inclusief de muziek. En ja, moet ik zeggen,
Mijn wijfje is niet meer. Rustig, schat. Ik hou van je. Mijn adem is vervlogen. Denk aan mij als mijn ziel mijn lijf verlaat. Denk aan mij als mijn ogen zijn gesloten. Denk aan mij als ik ooit ben uitgepraat. De hemel mij komt halen. Denk aan mij als mijn klanken zijn verdoofd. Denk aan mij als mijn handen koud als steen zijn. Denk aan mij als mijn licht is uitgedoofd. Zie.